naam is Bernard Bouwels. Ik ben conservator van de Stedelijke Musea van Kortrijk. Dit is een collectiestuk, een jachtgeweer uit het begin van de 19e eeuw. Het is een dubbelloopsgeweer, een voorlader. De laatste stok is er nog bij. Dus een voorlader betekent dat de kogels vooraan in het geweer werden geladen. Dit is een particulier geweer, in tegenstelling tot militaire geweren, waarvan wij er ook eentje in onze collectie hadden. Vorig jaar maakten we een tentoonstelling over Lucky Luke, de cowboy. En toen waren we op zoek naar attributen in western sfeer. En toen vonden we dit geweer, maar ook het militaire geweer. En we waren eigenlijk niet zeker of we dit zomaar konden tentoonstellen. Dus hebben we dan het advies gevraagd van een expert bij de politie. Die wapenexpert is komen kijken en die heeft vastgesteld dat het militaire geweer een Frans geweer was uit de Eerste Wereldoorlog. Maar hij heeft ook gezien dat het geweer nog functioneerde. En dat mag natuurlijk niet bewaard of tentoongesteld worden. Dus dat geweer werd dan onmiddellijk in beslag genomen. Wat denkt u? Is dit leugen of collectief geheugen?